De introductie van het biometrisch paspoort zal in januari 2025 geschieden. Dit vertelde minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking eerder deze week aan de pers. De bewindsman zegt dat de laatste stappen worden gezet om volgend jaar zover te zijn. Alle voorbereidingen zijn reeds getroffen. Er is een commissie aan het werk die eigenlijk nu nog doende is. CBB moet de equipen van materiaal, van printmachines enzovoorts, registratiemachines, zodat dit ook vrij snel gedaan kan worden. Zou dan een paspoort worden met een chip erin, met alle biometrische gegevens van individuen. Uiteraard, in eerste instantie zal dit bedoeld zijn voor de personen die een nieuw paspoort aanvragen. En langzamerhand zullen we dat verder uitbouwen naar personen die, ondanks hun paspoort nog niet verstreken is, ook zo'n paspoort willen aanvragen. De kosten voor een biometrisch paspoort zullen €50 bedragen. Dit geldt alleen voor Surinamers. Ramdin benadrukt dat de kosten veel hoger zijn in het buitenland.